Nou, hey! Hoi! Hey! Wat ben ik blij dat jullie er allemaal gaan binnen. En ik ben er ook zo groos op, hè. Dat succes in ons dorp. Zomaar een zondag voor de kerst dat we met elkaar Dirk Sorre weer op de kaart kunnen zetten. En daarom wil ik Caroline Blankendaal, Marieke Kat en Ilona Groen een bogie geven. Weten jullie wat een bogie geven is? Plankie. Plankie. Ja, dit zit een echte Westfries. Het is een compliment geven. Dus ik vraag aan jullie om effies alle gaar voor jullie te klappen. Nou hebben ze mij vroegen om een Westfries verhaal voor te lezen. Nou ja, en ik heb mezelf direct ja gezegd. Nou heb ik voor jullie het Westfries kerstverhaal meenomen. Ga er allemaal maar eens even lekker voor zitten. Zitten. Nou, even lekker onderuit. Een hele tijd geleden was er in Israël een jong meidje dat Maria heette. Het was een bartsnokker meidje. Ze had al een tijdje scharrelderij met Jozef. Nou, en die kon mirakels best timmeren. Op een dag zat Maria in het zonnetje te spragen. Toen kwam er in Inet een engel aanvlogen. En die zei: wees blij, meid Maria. Je bent een gezegend wijfie. Je legt maar God aan het voorspeen. Maria verschoot dit bar van mezelf. Maar de engel zei: wees niet bang, meidje. Je krijgt een poppie, een jooie. En je moet hem maar Jezus noemen. Dat Maria uitbubberd was, zei ze. Nou ja, als dat moet, dan moet dat. Een tijdje daarna ging Jozef en Maria naar Bethlehem. Dat moest van keizer Augustus. Want die wou weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. Omdat Maria op alle dagen liep en zij heel gauw lopen bieden had, namen ze de ezel mee. Heel wat dagen liep Jozef geneven de ezel. Maria zat op de rug van het beest. Zij genoot de bar van de reis. Dat ze in Bethlehem aankwamen, was het nog een stuit volk op de bier. Alle man liep op strijd en ze zochten allegaar een plekje om te slijpen. Jozef wou ook wel ergens te waskeer. Dat hij vroeg aan herbergier of die nou een bedstee voor hun niet had. Nee, die had geen bed meer over. Maar hij zei: effies verderop staat een skypenboekje. Misschien is dat wat voor jullie. Nou, dan gaan we dit toch wel even kijken, zei Jozef. En hij ging weer met zijn Maria op roet. Het was al laat in de avond dat ze het boekje vonden. In een poep en een zucht lagen ze te bed. Ze waren bar verhuisd. Diezelfde nacht waaide Maria om en kwam het jooitje op de wereld. Maria was zo blij als blik. Het kleine mannetje, je hoorde hem al. Het kleine mannetje lag eerst nog lekker warm tussen de os en de ezel in het stro. Toen deed Maria wat doekjes om zijn lijfie en Jozef had in de drinkbak wat olie. Dit kon Jezus, want ja, zo was die hete verzelf, mooi inleggen. Een eentje van het boetje af paste een soortje hedders op hun schepen. Ze waren elkaar net sterke verhalen aan te vertellen. En in ien werd het verlegen licht boven hun. Ze keken omhoog
en ze zagen een paar engelen in de lucht hangen. De herders verschoten hun eigen oorgans, die van de engelen zei: "Verschiet niet, ik heb een mooie waskip. Vandaag is er een jongetje geboren. En niet zomaar eentje, maar de redder van het volk. Loop even naar Bethlehem. Daar zie je een schijpenboet en daar ligt in een krippie met wat hooi, het jongetje." Met dezelfde veer waren de engelen ook weer weg. De herders namen gelijk de spat op en ze namen de schijpen mee. En net voor het zonnetje opkwam, zagen ze de schijpen. Die kwamen zij, Maria en Jozef teugen en het jongetje was er ook gezellig. De herders kwamen de kraam schudden en ze hadden wat pakjes meenomen. Schijpenmelk om er een grote kerel van te maken en schijpenwol teugen de koud. Zijn vader en moeder waren er verschrikkelijk blij mee en ze zeiden: "We denken zomaar dat wij een apartig jongetje hebben." Ja, en dat was ook zo vanzelf. Een heel eind verder in het land, tegen China aan, woonden drie wijzen. Nou, die waren verschrikkelijk bij de tijd en die wisten alles van de sterren al. Volgens hunnie konden ze aan een van de sterren zien dat er een apartig jongetje geboren was. Die zou de koning en de redder van het volk worden. En die wou ze wel zien. Maar weer moesten ze heen en toen zagen ze een grote ster met een steerdrang. En die wees hunnie de weg naar de schepenboeg in Bethlehem. Na een barre reis op de kamelen kwamen ze op les aan bij de boet. De oudste gaf wat goud, de tweede kwam met wierook op de dam en de jongste had wat mirre meenomen. Jozef en Maria hadden nou al op schot dat hulli poppie bar aan pad was. Ze bedankten allemaal voor de pakjes en ze bleven nog een tijdje blij in de schijpenboet. Applaus voor Ida.